Zo, Welkom terug allemaal vandaag. Een snelle tip voor wie veel batterijen nodig heeft. Dus, bijvoorbeeld, waarom kun je veel batterijen nodig hebben? Als je met flitsers werkt, externe flitsers zoals deze opzet flitsen, dan zie je dat hier al vier batterijen in gaan, plus een setje reserve batterijen. zijn al acht batterijen per flits. En vaak gebruik je twee tot, vier, tot drie of meer zelf flitsen op een bepaalde set om de juiste belichting te bekomen. Dus als je zoveel batterijen bij de hand hebt, is het handig om dit soort doosjes aan te schaffen. En daar kunnen eigenlijk vier AA-batterijen. Je hebt zijn verschillende kleuren. Ik zal een link voorzien. Ik gebruik nu zelf de rode voor de lege, de groene voor de volle, maar ook de transparante voor de volle. En zoals hij ziet, dus zijn gewoon plastic houdertjes/doosjes voor batterijen die open en dicht gaan. Dat maakt dan maakt dat je batterijen veilig zitten voor vocht. Dan zou ik geen contact kunnen maken en zo ontladen. Er kunnen 4 AA batterijen, dus dit zijn batterijen van type AA. Het zijn powerbase batterijen, 200 mA van de Aldi of de Action, vrij goedkoop. Je kan er in plaats van, ik heb ze nu zelf ook gelabeld zoals zij zitten, Maar je kan in de plaats van de AA batterijen, kan je er ook 4 AAA batterijen in kwijt. Dus dat zijn die kleinere type batterijen, die liggen dan horizontaal. Kunnen er ook vier van in. En dat zijn de rode. Dus zoals je ziet, een snelle tip. Heel handig om batterijen bij te houden. Ook niet onbelangrijk, bijkomende tip. Laat nooit batterijen in een toestel zitten voor langere tijd. Dus als, je, als ik mijn flitsen opberg, zal ik altijd mijn batterijen verwijderen en zo opbergen. Want in die batterijen zit chemicaliën chemicaal in. En als je die batterijen laat zitten in je toestellen kan het gebeuren dat die in verloop van de tijd gaan lekken, dus dat die chemicaliën daaruit komen, dan die vrijkomen, en dan gaan die, die contacten beschadigen. En op zich, die contacten is nog het minste, maar dan kan ook die elektronica in uw toestellen gaan beschadigen. Dus uw toestellen gaan echt stuk van lekkende batterijen. Dus altijd uw batterijen mooi opbergen, aan de hand van bijvoorbeeld dit soort doosjes. En zeker niet in uw toestel bewaren. Dat was het, bedankt voor jullie aandacht, en tot de volgende.